Afghaanse politie gedood in vriendelijk vuur, luchtaanval in de provincie Helmand. Meer dan een dozijn Afghaanse politieagenten werden gedood tijdens een luchtaanval door het Land van het Zuiden. De media en het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zeiden op vrijdag 17 mei de luchtaanval op 16 mei, gericht tegen de Taliban-jagers. In plaats van 17 politieagenten en 11 anderen gewond in de provincie Helmand, meldde Tolo News vrijdag, volgens het rapport waren de politieagenten 601 snelwegbataljon. Radio Free Afghanistan van RFE, RL legde het aantal doden op 9, rapporterend dat de staking plaatsvond in Nahre Sarai district buiten de provinciale hoofdstad Lashkar Gah. De Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bevestigd dat de doden en lanceert een onderzoek in die zin dat de officieren werden gedood door de luchtaanval of de Taliban met de Taliban. Zei Tolo, volgens de NAVO-missie Resolute Support heeft de luchtaanval op verzoek van de Afghaanse regering plaatsgevonden, de US. Militairen zijn de enige buitenlandse troepen die luchtaanvallen uitvoeren in Afghanistan, een woordvoerder voor Resolute Support.